nee, nu kan ik mijn fiets leuk duwen. Dus ik heb het dan gedaan. Ik heb gewoon twee dingen leuk gevonden. Daar ben ik het mee doen. Daar ben ik toch niet mee. Bliebloep. Espérons que le monde numérique n'a plus de secret pour vous. Je suis un expert. Want vandaag ruilen we jullie domme polshorloges voor slimme smartwatches. Ah, dat is cool. Ik heb er al eentje. Ah, ik ben er gewoon. Il y a beaucoup de marques sur le marché des produits à porter. Maar wie is de koning en wie het kneusje? L'heure de la vérité est arrivée. Ah, suspense. Vandaag hebben we smartwatches of wearables getest. Ik had een Samsung smartwatch en Felice had een Apple smartwatch. Felice was verstopt, die wist zelf ook niet waar ze zat. En ik had een gsm en ik moest haar vinden. Come on, Felice, waar zit hij? En Felice had ook een aantal tips, maar ze mocht alleen maar communiceren via de spraakherkenning van haar Apple watch. Mijn eerste tip is... een kruisje en dan 461. Ik weet niet of het een kruisje is. Het is geen kruisje, het is een plus. Plus 461 is de eerste tip. Ik was eigenlijk super verrast dat dat keigoed werkte. Ik ken dat niet, ik draag ook nooit een horloge. Maar ik wil mij ook meenemen naar huis. Daarna moest ik Letitia zoeken. Zij was verstopt. Holy shit. En nu had ik een gsm en zij had een Samsung horloge. Maar ik snapte het eigenlijk al direct niet van... Deutsch, Engels, Engels, Espanol. Ja, dus Nederlands zat daar niet tussen. Dus ik kon alleen maar in het Engels sturen. Dus heb ik mijn beste Engels bovengehaald om zo wat... Phyllis, can you read me? Oh nee. Oh nee, ik heb iets gestuurd. Dat begon met That's an awesome thing. Ik weet totaal niet wat dat was. That's awesome sounding ass. And Phyllis, can you read me? Maar ik zei iets en dan zag ik ook niet meer goed wat ik had gezegd. En dan moest ik nog presenten doen, dus ik heb ook bepaalde dingen denk ik gewoon niet verzonden. Dus het was voor u eigenlijk ook kei onduidelijk. Het was totaal niet awesome voor mij was het ass. Ook onduidelijk. Dus ik heb vrolijk awesome ass gestuurd, blijkbaar. Maar ik vind wel van design de mijne heel mooi, maar ik vind die van nu echt een miljoen keer beter. Dus, besluit, werkt stemherkenning bij wearables? Ja, bij sommige wearables, denk ik. Allee, jij bent super enthousiast. Bij mij werkt het. Ja, bij mij was het iets moeilijker. Niet. Wel en niet. Aujourd'hui, nous avons testé la précision du moniteur de fréquence cardiaque d'une montre connectée. Alors, notre équipe, nous avions une Apple Watch et notre équipe avait une montre Huawei. Et on comparait un petit peu, voir si le chiffre était le même sur la montre et sur le moniteur professionnel. Donc, Jonathan et moi, on devait deviner jusqu'à quel chiffre notre coach nous faisait aller. Et celui qui était le plus proche gagnait. Rustig springen, hein? Goed. Ja. Je suis trop grand pour ce truc, attends. Ik zou zeggen, hou het goed vast. Ja. Sneller. Oh, mais attends! Ja, dat is goed. Dat is goed. Stop, stop, stop. Shh, rustig, rustig, rustig. Ik dacht op het einde, oh, dat is goed verlopen, want hè, het is hier net 129, dat moest het zijn. Maar als we dan vergeleken, dan was dat een totaal ander getal bij hem. Je met 108. Je met 108 ici. Ja. En ja, dus dat was totaal mislukt in mijn ogen. Bon, c'est pas encore au point, hein? Nee. Et ensuite, on l'a testé sur Apple Watch et ça s'est plutôt bien passé. Plus profondément. Les deux mains ou seulement? Les deux mains. Ok. Gauche. Droite. Je peux encore continuer. Doucement. Plus vite. Plus fort. Encore. Tu penses quoi? Tu as travaillé à quel... Je pense qu'on est à 103. Ben c'est... Oui, on était à 99, donc oui, c'est presque juste. Yes, travail d'équipe ou pas? Oui, c'est bien.
Ah ja. Bam. C'est faux. Yeah. C'est pas bon. Pourri. Bouh. Non. Ja, zwaar. Voilà. Huawei. Non. Non. C'était très précis. C'était très précis. Très précis.